Hebben jullie hem ook gelezen, die update? Die kwam van de NOS, geloof ik. Over Mo Ihattaren, heb je gelezen? Ja, hij was weer in training gegaan met Vanenburg. En individuele training. En daar sprak toch een soort beetje van hoop uit het bericht. Dat het misschien wel weer goed zou gaan komen met onze Ihattaren. Dus ik dacht bij mezelf, ik ga eens eventjes in de wandelgangen luisteren. Goed luisteren wat er allemaal gezegd wordt over hem. Want het is dus ooit begonnen, die hele toestand, toen hij helemaal van het padje af was. En ja, daar in Italië, weet ik veel, het was hij ondergedoken. En uiteindelijk zei Ajax van, nou kom maar hier, we gaan je helpen. Maar toen kwam hij 20 kilo te zwaar. Kwam aan daar bij Ajax. Nou ja, eerst een beetje individueel trainen toen. En toen mocht hij in de kleedkamer komen. Maar ik weet gewoon, mijn ervaring vertelt mij gewoon uit het voetbal. Dat als je gewoon zo met overgewicht in zo'n kleedkamer komt. Ja, dan kijken die gasten zo eens links en rechts. En die draaien een paar keer met hun ogen. En die denken, ja, waar zitten we nou mee? Weet je, met zo'n gozer. En dat is moeilijk, want je moet je plek in die kleedkamer, vrienden, zo is het in het voetbal geregeld, die moet je verdienen. En ik heb het gevoel dat het hem gewoon helemaal niet lukt bij Ajax. Wel even in het begin, want toen ging het dus goed, hè. Ja, hij verloor gewicht en hij ging goed spelen en iedereen was enthousiast bij Ajax. Want ja, toen hoorde ik ook geluiden van, ja, hij gaat in de basis komen en dat is een goeie voor ons. En hij speelt pas 80%. Dus iedereen zag het helemaal zitten in Ihattaren. Nou, en toen zouden ze naar Oostenrijk gaan op trainingskamp en hup, afgelopen. Niks Ihattaren, die melden zich af. En er kwamen ook allerlei berichten in de kranten over met een vriendin en een criminele familie daar. En dan had hij ruzie mee en weet ik veel. Allerlei dingen waar we natuurlijk niet echt een vinger achter krijgen. En waar Ajax natuurlijk ook liever niks mee te maken wil hebben. Maar goed, hij verdween van de radar. En toen kwam hij uiteindelijk toch weer terug. Want Ajax stak toch weer die hand uit. Elke keer, ja, net als bij PSV, vergeet dat niet. PSV heeft dat ook steeds gedaan. En bij Ajax staken ze ook steeds weer de hand uit om hem te helpen. Nou, en hij kwam weer, maar gewoon weer. Ja, je zag ook foto's op internet van hem. Zo'n hoofd, dus toch weer met overgewicht. Dus dan heb je alweer het gedoe in die kleedkamer van die jongens die zitten te kijken. En denken, ja, dan heb je hem weer. Nou goed, uiteindelijk dan besloten ze, zeiden ze van nou, dan krijg je individuele training opnieuw van Vanenburg. Nou ja, goed. En in de wandelgangen hoor ik daar dan ook weer. Oh, dat gaat. Dan komt hij gewoon af en toe niet opdagen. Hoe vind je dat nou? Hoe vind je dat? Dan steken ze hem de hand toe. Zeggen ze, nou, we willen je helpen. Hier, doe alsjeblieft mee met ons. En dan komt gewoon niet opdagen. Altijd weer een excuus. En Ajax wordt daar natuurlijk ook wanhopig van. Want wat moet je met iemand die niet echt wil? En dan is hij weer ziek. Want dat hoor ik dus ook, hè, bij Ajax. Er is nooit iemand zo vaak ziek als Ihattaren. Die heeft al, weet ik geloof, al 7 of 8 keer corona gehad, geloof ik. Maak eens dan als grapje. Maar zo zit het dan. Ja, en wat hoor ik dan? Ja, in de wandelgang. Dan zeggen ze, het is eigenlijk geen professional, de Ihattaren. Het is eigenlijk gewoon een amateur in zijn hoofd. Hij vindt het voetballen leuk en hij vindt het wel aardig. Maar alles wat erbij komt kijken en al die verplichtingen, daar heeft hij eigenlijk geen zin in. In topsport moet je gewoon discipline, keihard werken en gewoon aan de gang. En dat zit er dus bij Ihattaren op dit moment ook eigenlijk weer niet in. Dus al die hoopvolle berichten, vrienden, ja, ik kan er niks van bakken. Ik kan het niet anders vertellen. Ik denk dat je gewoon, als je Ajax-ziet bent, dan moet je gewoon eerlijk zijn en Ihattaren
vergeten.